Nou, dames en heren, hier zijn de allereerste zaken eigenlijk klaar voor transport hier naar Genk, hier in mijn kermis. Kijk, de allereerste zaken staan hier transport klaar. Om 12 uur zal hier ongeveer de opbouw starten. En we komen natuurlijk hier om de opbouw mee te maken. En een stuk te filmen natuurlijk. Natuurlijk zijn hier nog een paar transporten gereed. Ja, eindelijk. Kermis weer. Ik heb er helemaal zin in. Kijk hoe zo'n wagen eigenlijk opgebouwd is en waar het eigenlijk grommels liggen en zo. Heel erg compact eigenlijk als je ziet hoe zoiets opgebouwd wordt. Het is gewoon een kwestie van openklappen, stabiliteit opzetten en dan zou het klaar moeten zijn. Hoe makkelijk kun je het hebben? Nou, hier zie je dus nog eens van de andere zijde hoe het eigenlijk opgebouwd is. Natuurlijk is de goldmine er ook weer bij. Wat is dat? De familieachtbaan hier. Zo. De canyon. Als je goed kijkt, zie je daar nog een pakwagen van dezelfde baan. Ook tijdens de race op voorgemonteerd zitten. Daar gaat het dus bovenover. Ja. De Sweet Factory, ook al transport aanwezig hier voor de 1 mei kermis in Genk. Nou, er staat een gedeelte van de oude scooter hier op de hooiplaats in Genk. Ook aan overzijde alvast de eerste kraam hier op deze Rijksweg hier, natuurlijk in Genk. Zo, dames en heren, hier staan we bij het aantal transporten hier nog eens in Genk. Waaronder hier de XXL. Dat hier natuurlijk zat te wachten op zo'n plekje om het centrum van Genk binnen te rijden. Er staan een aantal andere zaakjes bij. Deze staan vaker hier, zijn de transporten hier opgesteld voordat ze het centrum in gaan rijden.
Het is ongelooflijk hier. De zaak wat hier allemaal zal opgesteld. Die wordt hier straks, oftewel komende week, het centrum gaan inrijden. Hier zijn nog heel mooi gedecoreerde aanhanger. Ja hoor. En kun je het allemaal zien hier? Natuurlijk alleen bij Rijsexcel. Voordat ze hier het centrum in gaan rijden, hebben we toch nog een aantal transporten kunnen spotten. We gaan natuurlijk kijken wat we vandaag allemaal nog te zien krijgen. Dit is natuurlijk een van de slides. Als ik me niet goed herinner is het... Hè? En ongelooflijk. Ja, ze staan hier daadwerkelijk gewoon te wachten. We weten god hoe lang. We zijn er al een paar dagen. Of gisteravond aangekomen. Jij weet het nooit precies zeker. We gaan natuurlijk kijken wat we vandaag nog allemaal hier op de planning hebben staan. In het Genker Centrum. Natuurlijk voordat rond de 28e natuurlijk de 1 mei kermis losbarst in het centrum van Genk. De UFO-jet transport. Natuurlijk zie je op al deze plekken ook van die stroomgroepen, speciaal voor caravans en de andere aansluitwaardes. Natuurlijk soms ook voor attracties, als ze tenminste niet beschikken over natuurlijk over eigen stroomvoorziening.